Smart lighting is op zichzelf al een belangrijk onderwerp, omdat we weten dat licht een enorm effect heeft op mensen. En we zijn nu in staat om daarin maatwerk te leveren. Maar het is nog veel belangrijker, omdat het een onderdeel is van de openbare ruimte. En daar vinden nog veel meer dingen in plaats. En het interessante is dat vanaf 2020, 2025 al die dingen met elkaar geïntegreerd worden. Zodat voor degene voor wie het bedoeld is, dat gewoon één omgeving is. Dat is geen gemakkelijke opgave. Dus daarom willen we natuurlijk gewoon dat we ook op 13 november bij elkaar komen om dat soort dingen met elkaar uit te zoeken van hoe doe je dat nou? En wij kunnen natuurlijk in onze oneindige wijsheid heel veel dingen bedenken, want u bent allemaal professionals en u heeft een enorme kennis en kunde. En daarom zijn we zo vreselijk blij als u hier naartoe komt. Maar wat wij niet kunnen is aangeven wat het betekent voor de mensen voor wie het bedoeld is. Dus in een concrete wijk, in een concrete omgeving. En daarom is het zo belangrijk dat die uiteindelijk ook een onderdeel zijn van het maken van de oplossingen. Het onderzoek wat er plaatsvindt, ja, dat is typisch iets wat je in professionele omgevingen als researchinstituten als de TU doet en allerlei andere plekken in de wereld. Maar het te laten werken, ja, dat is altijd in een specifieke omgeving en met de specifieke partijen. En niet in de laatste plaats, gewoon met mensen. De drie thema's waarop we focussen zijn beleving, participatie en ethiek. Nou, beleving, omdat we allemaal weten dat licht een enorm effect heeft op je. Ik heb me wel eens een keertje afgevraagd dat als je in het volle zonlicht zou staan s'avonds, of dat geweldig zou zijn. En toen zeiden allemaal lichtdeskundigen tegen, mensen krijgen een hartaanval als je dat opeens plotseling doet. Dus het is ook nog wel belangrijk dat je oppast wat je doet. Dat brengt me op een ander onderwerp, dat is namelijk ethiek. Wij grijpen tegenwoordig heel makkelijk in het leven van mensen, omdat om ons heen zijn allemaal datasystemen. En uiteindelijk moet je je afvragen van waar is de grens van wat we willen en wat we niet willen. En dat is uiteindelijk iets wat we vooral ook met iedereen uit willen vinden. Uiteindelijk moet je zelf de vrijheid hebben om ja of nee te zeggen, maar meestal is het gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet. Iedereen heeft het altijd over technologie en dan hebben ze het of dat we de briljante wereld gaan creëren of dat we zeggen van weet je wat, het wordt allemaal niks. Maar geen van beide is waar. We hebben de keuze om het op een bepaalde manier met elkaar te organiseren. Maar dan moet je wel onderzoeken van wat er in concrete situaties belangrijk is. Ethisch gezien heb je ook een aantal dingen die je aan de voorkant doen. Dus vandaar bij het lichtverhaal hebben we gezegd open infrastructuur, open toegang, open data en open services. En dat komt gewoon omdat we vinden dat onze samenleving op dat soort openheid gebaseerd moet zijn. En niet in de laatste plaats dat iedereen, of het nou bedrijven zijn of kennisinstellingen of burgers, ook in staat moet zijn iets nieuws toe te voegen. Ik heb er zin in, u ook? Nou, waarom zou u als professional naar Eindhoven moeten komen? Nou, om wat te halen. Kijk, wij verwachten natuurlijk dat u ons wat brengt. Maar het interessante is dat je dit soort dingen vooral samen met elkaar kunt creëren. Dus wij krijgen evenveel van u als u van ons. En het leuke is om ook nog een aantal plekken te zien waar het uitgeprobeerd wordt. We hebben het Glow Festival op hetzelfde moment. En dat is gedeeltelijk heel erg experimenteel, maar bovenal is het leuk. Dus minstens is het aardig om voor de lol naar Eindhoven te komen. Dat is het trouwens altijd. Als je lol wilt hebben, moet je naar Eindhoven komen. Want het maken is het mooiste wat er is.